Een hele goede morgen vanuit Blankenbergen. Het is vandaag alweer prachtig weer. Gisteren was het ook heel mooi, maar vandaag is het ook weer er los op. De zon die schijnt hier heel erg fel. En ik ben bezig aan mijn ochtendroutine in tussentijd. Ik ben iedere ochtend altijd al naar de bakker gegaan. Pistoletjes gaan halen. Ik heb ook een beetje beleg bijgenomen. Het is nog vroeg hier. En je merkt dat aan de straten die toch wel redelijk rustig zijn. En het strand dat er quasi leeg bij ligt. Al wel veel zand, hè. En vooral de wind, dat valt me op. Het is precies windstil. En dat is toch wel redelijk uniek aan de zee, denk ik dan. Alhoewel, we weten nooit natuurlijk wat het vandaag nog allemaal gaat worden. Op dit moment is het echt wel heel erg rustig, hoor. Zalig. Ik ben alweer terug en ik sta zo'n beetje te kijken. Dat is altijd leuk, hè. Zo aan zee zijn en dan zicht hebben op de zee. Dan is het altijd leuk om een beetje naar de mensen te kijken. Zo aan mensen te spotten en kijken wat gebeurt er allemaal. Ik heb daarnet nog een man gezien die mijn hondje aan het lopen was. En die hond ging in één keer plots gaan zitten. En dan ging hem gaan liggen. En die kreeg hem niet meer vooruit. Die man had snokken en doen. Dat lukte gewoon niet. Die hond had echt zijn eigen zinnetje. En wanneer hij uiteindelijk weer recht ging, dan was de hond degene die koos waar dat er naartoe werd gewandeld. En de man die liep er braaf achter. Dat was heel grappig om te zien. En kijk, en nu bijvoorbeeld een mooi ANWB-stelletje, zoals ze dat noemen. Een koppeltje die dezelfde outfit draagt. Dat noemen ze een ANWB-stelletje. Ik weet ook niet helemaal waarom, maar op Facebook is daar zo'n hele groep van. En als je dan zo'n ANWB-stelletje ziet, dan moet je daar een foto van maken. En dan komt dat op die groep terecht natuurlijk. Het is altijd wel grappig om die groep eens in het oog te houden. Volgens mij iets van Nederland, ANWB, ja, Wegenhulp of zoiets. Ja. En als je daar dan bij aangesloten bent, kan je voordelig kledij kopen waarschijnlijk. Nee, dan zo. En dan dezelfde jas en dan kan je daarmee op. Maar in ieder geval, ik vind ook wel altijd als je zo echt zo metring mensen zien, zeggen vaak ANWB-stelletje, hè. Ja, voilà. Eigenlijk, zelf hebben we het ooit ook al een keer gehad, denk ik. Hè? Dat jij zo ongeveer dezelfde... En we wisten het niet van elkaar, nee. Maar zijn we toch mee naar buiten gegaan. En onze matching pyjama's hebben we natuurlijk wel. Hè. Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar eigenlijk ja, goed, daar lopen we nu wel niet mee op het strand, hè. Nee. Of op de dijk. Hè. Nee, dat wel niet. We gaan ook even buiten gaan. Twee dagen geleden, ik weet het al niet meer. De vorige keer zijn we helemaal naar de vuurtoren gelopen, dat is naar die kant. Maar ik stel voor dat we deze keer naar de andere kant gaan, naar dat plekje dat hier hangt. Dat is de pier van Blankenbergen. En dat is die kant uit. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Alright. Twee liften. Ja. Wie gaat de eerste beneden zijn? Ben je klaar? Na twee, drie, twee. Toch gedrukt? Nee. Ik ben eerst. Ik was eerst. Nee, jong. De wind is alweer een beetje komen opzetten, maar lang niet zo hard als de vorige keer. Nee. En we lopen alweer een mooi stukje langs het water, langs het strand. Het is vandaag opmerkelijk rustiger hier, hè? Het is veel rustiger dan gisteren. Ja. Gisteren was het hier een pak drukker. Het was ook al gelijk 10 graden al warmer. Gisteren was het ook wel veel warmer. Ja. Nou, nu ook, hè. Het is echt wel aangenaam, hoor. Ja. Het zonnetje is ook uit. We lopen zelfs nu in de schaduw en nog hebben we het best wel warm, met de jas aan natuurlijk. En we zien ook al de pier in de nabijheid komen. Hè? Ja. Daar ziet Gemse. Gaan we erop? Ja. Je zit hier eigenlijk nog gewoon naast een berg zand te wandelen. Hè? Ja, het zand is vrij hoog, hè? Ja. Echt heel hoog. En hier zijn we dan uiteindelijk aan de pier. Wat mooi. Ja, nou, we lopen eigenlijk erover, hè? Nu de pier. Ja. Ja. Mooi aan het water hier, hè. Blankenbergen heeft ook een winkelstraat. Als je die helemaal uitloopt, kom je uit aan de zee. En nu zijn we dus omgekeerd aan het wandelen. Ja. Hè? En als je dan daar verder loopt, dan kom je uit aan eigenlijk het station. En ja, zo is dat. We hebben niks geshopt. Helemaal niks. Ja, we zijn er wel doorgewandeld, maar eigenlijk hebben we niet echt iets gevonden. En toen we aan het einde van de straat waren, keken we omhoog. En toen zagen we dat het heel erg bewolkt was. En toen hebben we maar besloten om terug te keren naar het appartement. Dat was een goed idee, want we waren net aan de deur en we voelden het druppelen. Dus we zijn net op tijd terug. En nu is de regen trouwens ook alweer opgehouden.
Zo gaat dat hier. Morgen wordt het weer wel. Een mooie dag. Ja, morgen een mooie dag. Wel, dan gaan we morgen weer iets leuks doen. Hè. Wat gaan we doen? Wandelen. Gaan wandelen, de natuur in. Ja. Tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.